juist op het moment dat ik eigenlijk weer gewoon wilde gaan werken, dat ik dingen wilde ondernemen, kwamen de psychosomatische klachten. Ik ben bekend met de ziekte van Lyme. En dat is bij mij in 2007 ontdekt, na een aantal jaren met vage klachten. Ik kwam steeds meer in een spagaat te zitten, omdat ik merkte dat ik dat werk wat ik deed en het man zijn en het vader zijn van de kinderen, dat ik, ja, ik kon het allemaal niet op een rij houden. Totdat ik in een burn-out terecht kwam en eigenlijk niet goed begreep op dat moment waar die vandaan kwam. Als ik over dingen wil praten die met mijn stoornis te maken hebben, zal ik het maar even zeggen, dan heb ik gewoon mensen nodig die dat snappen. Het overkomt je. Er gebeurt iets ernstigs. Verslaving, ziekte, een aandoening, chronisch of geestelijk, bij jezelf of bij je dierbaren. Je leven staat op z'n kop. Je hebt hulp nodig. Professionele hulp, maar ook praktische hulp. Het leven gaat immers gewoon door. Je zoekt ondersteuning bij anderen. Bij je relatie, familie, vrienden en bij lotgenoten. Praten met je lotgenoten betekent dat je iets wilt doen aan je situatie. Niet meer en niet minder. We noemen het zelfhulp. De definitie van zelfhulp is eigenlijk proberen jouw leven, hè, met alle ongemakken of die er zijn, om die te kunnen delen en gebruik te maken van de kennis van anderen op hetzelfde onderwerp. Ja, ik heb zelf de laatste maand een beetje terugval gehad, dus ik kan mezelf heel goed voorstellen hoe mensen zelf voelen. Dat je sommige dingen die schuif je aan de kant. Ja. Maar ik weet het uit de burn-out van een paar jaar geleden. Daar heb je helemaal geen zin om dingen te doen. Mm. Ja, het is gewoon heel jammer dat je dit hebt. Ja, maar dat wordt steeds minder. Je hebt eerst dit en het wordt steeds vlakker. Je gaat steeds sneller. Toevallig zitten met een aantal deelnemers die zichzelf hebben aangemeld, die dit nog hebben. Ja. De eerste keer dat andere mensen tegen mij zeiden van, hey Ivo, ga eens wat aan jezelf doen, want je spoort niet helemaal. Ik denk dat was toen ik een jaar of 18 was, 17 misschien. Toen ben ik hulp gaan zoeken bij het RIAG toen, maar die hulp die sloeg niet aan. Voor mij is het altijd heel moeilijk geweest om een juiste klik te vinden binnen die instantie. Voor mij is dat in elk geval een lopende draad in mijn verleden met professionele hulpverlening. Het zelfhulpnetwerk is voor mij vanaf vorig jaar van onschatbare waarde geworden. En dat komt eigenlijk omdat ik een zware burn-out heb gehad. En door het zelfhulpgroep kan ik daar met lotgenoten over praten. Juist op het moment dat ik eigenlijk weer gewoon wilde gaan werken, dat ik dingen wilde ondernemen, kwamen de psychosomatische klachten. Juist op het moment dat ik mezelf beter voelde, dat ik mezelf krachtiger voelde, zakte ik als een plumpudding in elkaar. Dus van lieverlee merkte ik dat ik ook mijn tijd terwijl veel te veel op mijn schouders had. Maar toch maar weer dienstbaar zijn aan die ander. En die dienstbaarheid die heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat ik arbeidsongeschikt werd verklaard. Omdat ik met grotere periodes, steeds grotere periodes, dus niet functioneerde. Niet goed genoeg functioneerde om dat allemaal in stand te houden. Pas later is daar het HSP aan verbonden. En uiteindelijk kom je dan tot ontdekking dat je daar niet uitkomt. Ik stond eigenlijk midden in het leven. Iedereen komt bij mij terecht op school of in mijn privéleven. Dat maakt me allemaal niks uit. Ik genoot ervan. Want ik was eigenlijk nooit zo gauw ziek of zo. En voor een griepje, dat deed me niet veel. Op een gegeven moment werd het wel wat anders dan een griepje. Want ik kreeg benauwdheden op de borst. Ik moest steeds meer naar adem happen. Ik raakte de controle over mijn lichaam kwijt. Toen bleek dus wel dat gewoon zomaar behandelen met antibiotica, dat ging niet. Ja, dus de,
Dan ging je weer met onderzoek. Ja, dan kom je op een gegeven moment op een moment dat, ja, met je werk, het ging gewoon niet meer. Mijn hobby, dat met lijstenmakerij, ik moest alles gewoon afstoten. Ja, en dat deed op een gegeven moment zoveel dat ik zoiets had van, ja, ik sta midden in het leven. Ik heb van alles gedaan. En je ziet het niet aan me. Ik kon het niet meer hebben. Ja, en dan kunnen ze wel zeggen van, ja, je hebt de ziekte van Lyme. Maar kom ik er dan nog wel vanaf? Die vraag die ging bij mij spelen. Ja, eigenlijk content leventje. Ja. Totdat dat ik in een burn-out terecht kwam. En eigenlijk niet goed begreep op dat moment waar die vandaan kwam. En ja, eigenlijk goed vergaas ging. Het bedrijf wat mij strafte, wil ik niet zeggen, maar toch wel behoorlijk negatief benaderde. Alles met wantrouwen. En ik daardoor nog verder onderuit ging en er gewoon niet meer uitkwam alleen. Ook niet met behulp van diverse psychologen. Dat werkte gewoon niet. En uiteindelijk terecht kwam bij de Vermoeide Helden. Een onderdeel was dat therapie van de GGZ in Helmond. Maar die heeft me ontzettend geholpen. Daardoor ben ik er echt weer bovenop gekomen. Met andere vermoeide helden, want dat was het belangrijkste onderdeel ervan. Dat we alles samen deden. Zelfhulpgroepen zijn net zo divers als er mensen en problemen zijn. Fijn dat jullie er met zoveel mensen zijn. En dan wou ik eigenlijk Piet het woord geven, want in feite is het wel zijn onderwerp. Het is begonnen bij mij toen ik 25 was. Toen kon ik al onduidelijk schrijven met mijn linkerhand. Valt toch nog steeds een klein beetje terug. Dat is jammer dat die kuren dus niet geholpen hebben. Nee, want er zijn natuurlijk andere mensen waarmee dat wel heeft geholpen. En mij is ook steeds verschillend. Als je met 30 man zit, dan 30 man. En zijn andere klachten. Verslaving, lichamelijke ziekte, psychische aandoeningen of gewoon tegenslag. Of zelfhulp een oplossing kan bieden, bepaal je vooral zelf. Nou, hoor van mij. Ja, inderdaad. Als jij iemand bent die naar een zelfhulpgroep gaat en daar problemen heeft om zijn eigen verhaal neer te leggen, dan heeft het geen zin. Als je daar naartoe gaat om te luisteren, dan neem je heel veel problemen mee. En als je dat niet van jezelf, als je dat niet los kan laten, dan heb je een groot probleem. Ja, ik dacht dat ik hersteld was. Ik denk dat ik ook voor een groot gedeelte hersteld ben, maar zoals met veel facetten in je leven is daar niet één, op één lijn, zeg maar. De hulpverlening die biedt mij een mogelijkheid om voor therapie. Terwijl er is maar één iemand die Ivo kan helpen en dat is Ivo zelf. Ja, ik zal het maar een beetje vergelijken met een rijbewijs. Ik heb mijn rijbewijs gehaald, alleen het leren rijden of het leren leven, zeg maar, dat moet ik toch in de grote wereld doen. Ja, dan blijkt dat toch wel, zeg maar, wat meer wat op dat moment dacht. Je praat niet alleen over je problemen, maar je praat eigenlijk ook over de situaties waar je tegenaan bent gelopen in de week na onze laatste meeting. En ja, die bespreek je gewoon met iedereen. En we kunnen daar wel een soort reactie op geven. Maar we gaan geen tips, adviezen geven of zeggen wat je moet doen. Want zelfhulp is er zelf achter komen. HSP is een afkorting voor High Sensitive Person. En 2 jaar geleden, denk ik, zijn we met de eerste zelfhulpgroep HSP begonnen. Nou, het is allereerst van een herkenning. Zo van, oh, er zijn meer mensen die dat hebben, datzelfde voelen. En daarmee leren te accepteren. En er zijn ook hele simpele, makkelijke trucs aan elkaar te vertellen. Hoe dat je om kunt gaan met en jouw gevoeligheid en de situatie waarin je toch soms moet begeven. Ik had het op een gegeven moment bestempeld als de valkuil van een onzichtbare ziekte. Dat je echt aan je lot overgelaten werd. En ik had dan gelukkig dat ik wel behandelaars om me heen had die me begrepen en die me steunden. Maar velen niet. En omdat je dan samenkomt
En dat bleek ook uit de training van Stichting Zelfhulp die ik gehad heb. Nou, dat je dan ja, weet elkaar op te vangen en te steunen. Dat kan met een lach, dat kan met een traan. Maar vooral ook begrip onderling en die erkenning. En ons motto was ook eigenlijk dan op dat moment, nadat ik twee maatjes had gevonden om dat samen met te doen, van ja, lijm heb je niet alleen. En dan kunnen we delen. En onder dat motto zijn we het gestart. Door de bezuinigingen, ook de GGZ in Helmond ja, keuzes moest maken van welke therapieën handhaven en welke niet. En zij maakten de keuze om de vermoeide heldentherapie op te heffen. En toen hebben we ook vrij vlot gezegd, ja, dit moet het voor ons zijn. Want wij willen gewoon verder met elkaar. Weliswaar zonder professionele begeleiding. Dus er zit geen therapeut bij ons. Maar wel met het elkaar helpen. En ik ben recentelijk twee keer niet kunnen gaan, omdat ik weer met trainingen bezig ben zelf. Ik mis het, merk ik. Ik mis mijn maatjes, mijn geweten, mijn... Ja, mijn klaagmuur, gewoon ja, de maten. En dat betekent ontzettend veel voor mij. Ik heb vanmorgen toevallig een mail gestuurd van jongens, komende dinsdag dan zijn we er weer. Ik heb die oude koppen voor jullie gemist, maar dat is ook echt zo. Het voelt heel goed om met elkaar dingen te kunnen blijven doen. Just voor de mail, anders plakt het aan. Wat ik nodig heb. Kijk, pakken. Ik heb eerst de oven aan. Goed. Ja. Eerste euro. Drie. Zo. Wauw. Eerste keer, hè? Mensen die steun zoeken bij anderen met dezelfde problemen vinden begrip en herkenning. Zelfhulp is laagdrempelig en vindt plaats in een veilige omgeving en is anoniem. In zelfhulp is iedereen gelijkwaardig. Groepsbegeleiding gebeurt door zelfhulpdeskundigen. Toen jij nog een kind was? Nee, door die deuk. Oh, okay. Toen ik met Cliniek Neurgen was, dacht ik van ik ben imbeziel aan het worden. Vroeger stond ik met iedereen te praten in de kroeg. Ik stond in de kooi te dansen met de verklede dames die daar als danseres optraden. Op het moment toen ik de hulpverlening inkwam, toen was ik een slachtoffer, omdat ik helemaal vastgelopen was. Wil ik daaruit komen, dan zal ik mijn slachtofferrol naast me neer moeten leggen. En dan zal ik weer normaal moeten worden. Dat gaat niet alleen maar met therapie, daar heb je veel meer dingen voor nodig. Wat je ook nodig hebt, zeg maar, is om daar vragen over te stellen. Van, hoe ga je daarmee om? Ik ga daar zo mee om. En is dat nou raar? Daar heb je vrienden voor nodig, maar daar heb je ook mensen voor nodig die in hetzelfde proces zitten als jij. Die kunnen zeggen van, ik snap het, ik loop daar ook tegenaan dat ik af en toe niet weet wat wel normaal is of wat niet. En ik heb het idee dat dit normaal is. En ik denk als wij, net zoals overal, als iedereen vindt dat het normaal is, dan kun je er redelijk vanuit gaan dat het normaal is. Iedereen in de groep heeft bijna niet meer te maken met schaamtes. Iedereen durft zijn of haar verhaal te vertellen. Want je bent er juist om elkaar te helpen met lotgenoten. En dat stukje wat je niet meer met je vrienden, familie of kennissen wekelijks wilt en kunt delen, dat kun je één keer bij de Stichting Zelfhulpnetwerk met onze zelfhulp doen. Ik heb het idee dat je als mens zijnde, mits je eigen persoonlijke stuk aan de kant kunt zetten, dat je dan enorm veel kunt betekenen voor een ander. Puur als mens, elke mens heeft zo zijn kwaliteit en kan die kwaliteiten inzetten voor een ander. Daar hoeft niet per se zwaar opgeleid voor te zijn. Maar ik denk zelfs dat juist in het niet opgeleid zijn, dat daar heel veel kansen zijn.
iedere dag weer is anders. Je weet gewoon niet hoe de dag van morgen is. En je moet iedere dag gewoon pakken zoals die op dat moment gaat komen. En dat kun je niet uitleggen aan anderen die het niet hebben. En dat kun je wel zeggen als behandelaar van ja, maar goed, waarvoor zou je het dan met je... Ja, het is toch hetzelfde. Je kan toch beter met je lotgenoten delen dan dat je met een groep die andere ziekteverschijnselen hebben. En dat maakt toch wel wat degelijk verschil. Wij zijn een groep die, daar kom je niet zomaar bij. En dat is niet omdat wij zo elitair zijn, maar wel omdat wij de vertrouwensband met elkaar in stand willen houden. Ik weet dat er andere zelfhulpgroepen zijn, als het gaat om vermoeide helden. Daar kun je in en uit lopen. Dat kan bij ons dus niet. Bij ons is het gewoon, je bent lid en dan zorg je ook dat je er bent. Ja, bij hoge uitzondering, als het niet anders kan, dan ben je er niet. Maar anders is het gewoon, je bent erbij aanwezig. En dat heeft ook alles te maken met de veiligheid van de groep. En dat is een ontzettend hoog goed, omdat wij allemaal behoorlijk in ons vertrouwen, ook in het zelfvertrouwen, beschadigd zijn. Is die veiligheid is gewoon een essentieel onderdeel. In Zuidoost-Brabant wordt zelfhulp gefaciliteerd door de stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant. Deelnemers aan zelfhulpgroepen vinden hier accommodatie, organisatie en ondersteuning voor hun initiatief. Zelfhulpgroepen worden begeleid door groepsbegeleiders met dezelfde ervaring. Een training van Stichting Zelfhulpnetwerk helpt hun daarbij.